Een hele goede morgen allemaal en heel erg hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het de Freddy Fish uitdaging. Ik hoop dat jullie er weer een beetje zin in hebben en we gaan nu ook echt beginnen. Ik heb het de afgelopen afleveringen gehad over wat er precies in dit spel gaat gebeuren, wat mijn doel is. Ik heb het gehad over hoe dit specifieke spel op mij invloed had en ik heb het een beetje gehad over Transposia en Humongous Entertainment Games als bedrijf. Dus we gaan registratie beginnen. Dat moet ik nog steeds een keer opzoeken trouwens. Spel oproepen. Ik zal het even zoeken welke knoppen het ook alweer zijn. Nou, we zitten ondertussen in het tweede spel en ik wil het met jullie gaan hebben over de games die ik in mijn jeugd gespeeld heb. Ik heb die een beetje onderverdeeld in verschillende onderwerpen en het heeft ook eigenlijk meerdere delen. En ik ga dit keer hebben over de games die ik in mijn jeugd gespeeld heb. En dan moet je even een beetje denken aan de periode vanaf dat ik mijn allereerste spel kreeg tot aan ongeveer dat ik naar de middelbare school ging. Sam, wil je dat vertaalboek met ons ruilen voor een oranje zee-egel? Nou, ik had liever iets lekkers. Maar zo'n oranje zee-egel is natuurlijk ook goed. Hartelijk bedankt, Sam. We zullen het nuttig gebruiken. Dus, voor zover ik weet, en het kan zijn dat ik het helemaal mis heb, want ik weet echt niet hoe lang mijn gamegeschiedenis teruggaat. Maar een van de allereerste consoles die ik had, dat was een Game Boy. Daar heb ik het volgens mij ook al wel vaker over gehad. En een van mijn allereerste spellen daarop was Piratenplaneet. Piratenplaneet was voor zover ik weet ook de allereerste Disney-film die ik gezien heb. Een hele leuke film. Ik heb hem laatst nog een keer met een vriend gezien. En toen ben ik tot de ontdekking gekomen. Freddy, ik begrijp geen sikkepit van wat die vreemde toerist uitkraamt. Misschien kunnen we de taal die hij spreekt wel vinden in dit vertaalboek. Toen ben ik er dus achter gekomen dat Piratenplaneet eigenlijk een soort steampunk-achtige film is. Ik weet wat steampunk is, maar ik vond het wel heel erg leuk dat als je dus wat ouder bent, dat je dan toch weer andere dingen ziet. De vlag die je geselecteerd hebt in dit vertaalboek komt overeen met de vlag op deze tas. Mogen wij alsjeblieft de flopknop non-stop rapperklapper hebben die in uw tas zit? Eins kommt ins Lauschen, denn nichts mehr als überhaupt in die Fjellnachtschwung. Dus jullie willen de flopknop non-stop rapperklapper hebben waarmee Gert zoveel problemen heeft? Natuurlijk mogen jullie hem hebben. Dus ja, en ik had mijn Game Boy van mijn moeder gekregen omdat ik in Arnhem naar school ga en ik woonde best wel ver weg, waardoor ik elke dag met de taxi moest. Wat er dus in resulteerde dat zij voor mij die Game Boy had gekocht om ervoor te zorgen dat ik in de taxi ook een heel klein beetje kon vermaken. We kunnen die schelp openhouden met een flopknop non-stop rapperklapper. Oké, Loebas. Ik heb je hulp nodig. Geen probleem, Freddy. Jakkes. Hallo?
Ik heb een gouden pijp te pakken. Ik trek me niets aan van wat de anderen soms van je zeggen. Want jij bent een bovenste beste visje. Dan hebben we nu nog maar 2 gouden pijpen nodig, zodat Suffy het geurspoor kan vinden. En een van mijn allereerste Pokémon-spellen, dus misschien ook niemand wel weet vertellen. Wat ik heb meegemaakt. Niemand kent mijn verdriet. Goh, ik vraag me af hoeveel gouden pijpen Freddy en Lubas al gevonden hebben. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Dat moet ik verstaan. Een van mijn allereerste Pokémon-spellen, dat was deze, Pokémon Leaf Green. En het bijzondere aan dat spel was dat ik... die heb ik nooit uitgespeeld. Kom dat zien, jongens en meisjes. Het meest fantastische onderwater-evenement van het festival. Herinner jij je de bubbelende bochtenbuizen nog van vorig jaar? Wel, wat we nu hebben is zo waar nog beter. En met uitspelen bedoel ik eigenlijk op dit moment van, ik heb de league gehaald. Ik heb ook wat dingen daarna gedaan. Ik heb ook eindelijk eens een keer ben ik op de andere eilanden geweest. En kijk, Lubas. Een plastic schepje. We kunnen het gebruiken om een gat te graven tot helemaal aan de andere kant van de wereld. Natuurlijk, Lubas. Tuurlijk. Dus dat is wel leuk. Ik ben toevallig de afgelopen week weer begonnen met deze oude spellen spelen. Ja, omdat ik toch eventjes moet wachten totdat de nieuwe DLC van de Pokémon Switch in actie gaat. Dus dat is een leuk tijdverdrijf. Maar ja, ik kom daar later nog wel eens een keer op terug wat ik er allemaal mee heb gedaan. Dus dan heb je het een beetje over consoles gehad, buiten, voor zover ik me kan herinneren, buiten die handconsoles zat ik voornamelijk achter de computer. Maar dat is, of nee, dat is eigenlijk voor mij wel een heel mooi bruggetje. Hé, Lubas, help me even om die oude volle boomstam uit te graven en in het water te duwen. Okido! Normaal gezien ben ik geen doordrammer, maar ik wil wel een uitzondering maken. Nog eventjes en die boomstam zit op de juiste plaats. Oh, we mogen niet opgeven, Lubas. Als we die boomstam ooit tot in die waterval willen duwen. Hey, een ingeving. Deze oude holle boomstam kan ons misschien helpen om door die waterval heen te zwemmen. Jij zou wat regelmatiger een ingeving mogen hebben. En als je het over de computer hebt, dan heb je het over 2 verschillende soorten spellen. De eerste is overduidelijk, dat is CD-ROM, zoals ik deze nu ook CD-ROM aan het doen. Lubas, ik denk dat we die vogel iets anders moeten geven om mee te knuffelen. Als we die gouden pijp ooit in handen willen krijgen. Kijk, een veer van een blauwe vogel. Wat mooi, Freddy. Goed zo, Lubas. Dan heb je het eigenlijk over 2, dus dan heb je het als eerste over CD-ROM en als tweede heb je het over, ik noem het even website spellen. En dan heb je het over de spellen die dus eigenlijk aan het eind van dit jaar gaan verdwijnen. Dus dan heb je het over Funny Games, over Speeleiland, over Spelen.nl, etc.
En wat ik voornamelijk deed, waren van die restaurantspelletjes, zo bediening en aankleedspelletjes. Dat vond ik heel erg leuk. De meeste mensen die bij mij in de klas zaten, die hadden het vaak over schietspellen en dat soort dingen waar ik, racespelletjes waar ik gewoon niet zo erg fan van was. Dus ik hield het gewoon lekker bij de spellen die ik leuk vond. Ik ben Xavier de couturier. Xavier, we hebben een mooie blauwe vogelveer gevonden. En we dachten dat u ze wel zou kunnen gebruiken om uw nieuwste hoedencreatie te versieren. Oh, oui. Die veer is het perfecte accessoire voor mijn hoed, mon chapeau. Jullie mogen dat ordinaire ei hebben. Voilà. C'est magnifique. En een ander soort spellen die ik heel erg graag speelde, dat waren van die puzzel/ontsnapspellen. Dus vaak, je bent in een kamer of in een gebouw of iets en dan moet je proberen te ontsnappen. Een lopende serie daarvan die nog steeds op mijn kanaal te vinden is, dat is Submachine van de Russische Mathieu's. En dat waren eigenlijk een beetje de voorlopers van de hide and seek mystery spellen die ik ook nog steeds speel. En dan heb ik bijvoorbeeld over Mindscape of iets wat ik laatst tijd iets meer upload, Lakeview Lane. Met dit ei zal die blauwe vogel nog veel gelukkiger zijn dan ze ooit had kunnen worden met die gouden pijp. Nee, Freddy. Gouden pijp. Dan hebben we nu nog maar één gouden pijp nodig, zodat Suffy het geurspoor kan vinden. Dus dat waren... Is het waar dat het festival niet door kan gaan, mama? Echt waar? Oh, ik hoop maar dat ze die schelp snel vinden, want dan kan ik naar het festival. Ik heb er een heel jaar op gewaagd. En de tweede soort spellen die ik dus op mijn computer speelde, dat waren spellen met CD-ROM. De bekendere zijn dan toch nog wel Freddy Fish, Pyjama Sam, Junior Detectives, die ik ook wel vaak hier gespeeld heb, waarvan ik de Junior Detectives en het Geheim van de Piramide nog steeds een keer opnieuw moet doen, omdat daar het geluid niet bij werkte. Maar ik heb ook vaak Harry Potter gedaan. En dat kwam eigenlijk op een gegeven moment... Ik was heel erg fan van Harry Potter als... Wauw, een waarzeggersmachine van oma Octavia. Ik heb daar al veel over gehoord. Als kind was ik heel erg fan van de boeken van Harry Potter. Ze hebben een carnavalorgel gebracht voor het festival van de Zilte Zee. Ik ben dol op muziek. En op een gegeven moment, ik weet nog, zagen wij bij de Super de Boer, die bestond toen nog. Bij ons in het dorp zagen wij computerspelletjes. Kijk Freddy, ik heb een paarse zegel gevonden. Geef hem maar hier, dan bewaar ik hem voor later. Goed zo, Loepas. En die heb ik hier trouwens nu nog steeds in de kast staan. En dan zal je misschien afvragen, hey, waarom speel je die niet? En dat komt eigenlijk een beetje omdat ik denk van, het is al zo vaak gedaan. Dan ga ik me niet, dat ga ik niet ook nog eens een keer doen. Plus, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar die spellen werken niet altijd. Of ze werken heel erg raar, dus... Ik heb niet veel zin om daar jullie mee te gaan vervelen. Kijk, Loepas! De doorgang is vrij! Schitterend!
Freddy, dat zijn de bubbelende bochtenbuizen. Ik pas niet meer in die buizen, Lubas, maar jij wel. En ook nog een heel erg apart spel, waar ook een apart verhaal aan zit, voor mij dan. Dat is het spel Robbie Konijn in de Wolken. Ik noemde het vroeger altijd Robbie Regen Konijn. Maar dat kwam, dat was een spel van toen ik nog boven in het dorp normaal naar school ging. Normaal. Had ik een vriend en wij speelden het spel altijd bij hem. Ik heb die nu ook bij mij in de kast staan. Ik heb die meerdere keren geprobeerd om die aan de gang te krijgen. Maar ik denk toch dat ik bij dat spel ook weer een Engelse versie moet zoeken. Je hebt ook nog verschillende versies van Robbie Konijn. Dus dan heb je ook nog iets met een muis en een campingplaats of zo. Die probeer ik ook nog een beetje te vinden. En zo gaat de lijst een tijdje door. Kijk, dit klopt niet helemaal. Je hoort nu bepaalde muziek die je eigenlijk niet hoort. Dus dan heb je het over de wat bekendere spellen voor mij dan, tenminste. Of voor iedereen. Ik bedoel, dat is waarschijnlijk ook de reden dat je hier bent, omdat je het spel kent. Maar ik heb ook vaak spellen gespeeld die wat onbekender zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over De Griezelbus. Een serie op mijn kanaal die ik eigenlijk alleen wil uploaden tijdens Halloween. Volgens mij heb ik afgelopen jaar geskipt. Maar dat kwam eigenlijk een beetje omdat ik een probleempje had met mijn computer. Dus dit jaar gaat dat wel lukken. Misschien om te compenseren zelfs dubbele aflevering. Maar ik ga... Ja, trouwens geen beloftes over doen. Freddy, een sleutel! Goed gezien, Lubas! Nou, dan heb je nog een spel dat heette Red Cat. Dat is een beetje dezelfde lijn als Freddy Fish Junior Detectives. Dat was ook een spel waarbij je voornamelijk dingen moest leren. En dan was het iets met een meisje wat ontvoerd was en je moest naar een kasteel of zoiets via een of ander bos. Maar ik herinnerde me dat ik telkens bij hetzelfde stuk bleef hangen. Dat je stond in een soort keuken en daarnaast rolden allemaal stenen naar beneden naast die keuken. En als je door die stenen gepakt werd, ja, dan vloog je een paar verdiepingen naar beneden. Ik kon daar nooit voorbij komen. Dus mocht ik het spel ooit nog eens een keer terugvinden, dan ga ik dat zeker nog eens een keer proberen. Volgens mij kunnen we dat slot openmaken met deze sleutel. Lubas, we hebben een van de gouden pijpen gevonden. Goed zo. Het is ons gelukt, Freddy. We hebben alle drie de gouden pijpen gevonden. Kom op, eens kijken of die goeie oude Suffy het reukspoor van die booswicht kan terugvinden. Alsjeblieft, ouwe jongen. Kom aan, Lubas. We moeten een dief gaan vangen. Suffy! De dief! Een edelsteen! Ik word rijk, rijk, rijk! Niet doen, niet doen! Oh-oh. Hé, wat gebeurt er nu? Wel, ik zag dat juweel en ik heb het gepakt en toen ging die deur dicht en ik... Zet die steen terug, Lubas. Lubas! Oeps,
Maak je geen zorgen. Ik vind wel een manier om je te bevrijden, zodat je die edelsteen terug kunt zetten. En dan vangen we de dief. Sophie, ga jij maar door en zoek de schelpendief. We komen zo snel als we kunnen. Nou, dan heb je het spel Bellen of het Beest nog. Dat is een spel wat ik de laatste tijd een beetje aan het uploaden ben. Die gelukkig wel werkt. Waarbij het natuurlijk wel leuk is dat je twee verschillende verhaallijnen kan kiezen. En dan heb ik nog een spel. Ja, en ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Want het is alleen een vage herinnering. En ik weet niet eens of het bestaat. Het was een spel waarbij je in een soort rommelkast zat. Tenminste, dat was het eerste scherm. En op de vloer zaten drie of vier van die hele grote... Dat is een beitel. Knuffelbeesten. Die kan het maar beter bij me houden. Hij kan nog van pas komen. En elk van die knuffelbeesten was een soort minigame. Nou, en aan de linkerkant, voor jullie eventjes hier dan, zat de deur. En als je de deur uitging, dan ging je het spel uit. En wat een van die knuffelbeesten had, was een spel. Je was in een soort huis, iets wat heel ouderwets eruit zag, een beetje Mexico-achtig. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet omschrijven. En je kon rondlopen en volgens mij kon je ook items oppakken en je moest of ontsnappen of je was iets aan het zoeken. Er was iets met dat je het gewoon niet kon uitspelen. Volgens mij was het iets wat nog niet helemaal klaar was. Met een beitel zou ik dat kristal wel kunnen losmaken. Misschien is dit wel weer een nieuwe val. Maar ik moet gewoon alles proberen om Lupas te kunnen bevrijden. Dat mooie kristal geeft nogal veel licht. Dat zou echt wel van pas kunnen komen. En het bijzondere aan dat huis was, dat kristal is weer aangegroeid. Dus het was meer alsof je in een soort slideshow aan het lopen was en niet alsof het geanimeerd was. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar misschien is dit voor iemand genoeg om te zeggen van ik weet in elk geval de naam er nog van. Ik bedoel, ik zou het heel leuk vinden om het weer eens een keer terug te vinden. Maar ja. Het lijkt erop dat dit kristal hierin past. Maar ja, dat zijn dus vaak de spellen die ik als kind speelde, van die verder die best wel straightforward waren. En waar ik toch wel een soort plezier uit haalde. Ik bedoel, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ik ben er haast zeker van dat dat de sleutel is waarmee ik Lupas kan bevrijden. Joepie! Heb eens! En toen ik naar de middelbare school ging, ging er een hele nieuwe wereld open. Want toen begon ik echt me te richten op bepaalde spellen. En begon ik bepaalde betekenissen van dingen te begrijpen. Maar dat is dan iets voor een andere aflevering. Want ik heb eigenlijk alles verteld wat ik wilde. Ik ga nog wel even deze uitspelen om te kijken of het toevallig het einde is wat ik wil hebben. Yippie! Lupas! Ik ben vrij! Zet nu maar snel de edelsteen op zijn plaats. Kijk, Lupas. De dief heeft deze zak laten vallen. Ik denk dat we de zaak nu kunnen ophelderen. Kom op! Dit is echt ongelooflijk! De teleurstelling van mijn leven!
Dit is nog erger dan die keer toen het planktoncircus hier was. En dan nu, voor de allereerste keer in mijn artiestenbestaan, gaat de show niet door. Dat is allemaal de schuld van Benny. Ik zal hem eens vertellen hoe ik hierover denk. Maar er zijn veel kleine bedoelingen. Stop! Oom Benny is onschuldig. De dief heeft deze zak laten vallen. En in die zak zat naald en draad. Dat betekent, de dief is... Xavier, jij bent de dief. Ridicule. Die naald en draad kan van iedereen geweest zijn. Je hebt geen bewijzen. Oh la la. Oh nee? Oké. Misschien hebben jullie toch wel een aanwijzing gevonden. Ik geef het toe. De grote trompetskelp getuigt van een ongelooflijk verfijnde smaak. Ik wilde er een prachtig accessoire mee maken voor mijn allernieuwste modecreatie. De grote trompetschelp is niet zomaar iets om thuis op een kast te zetten. Je mag nog zo goed zijn in iets, dat geeft je nog altijd niet het recht om te gaan stelen. Ik voel mij kleiner dan Engarna. Ik schaam mij diep. Ik geef u de unieke grote trompetskelp terug. Oom Benny, het spijt ons dat we dachten dat jij de dief was. Dat is niet zo erg. Dankzij Freddy en Lupas ben en blijf ik de grote schatbewaarder van de schelp. Oh, en dan vergat ik bijna die goede oude Suffy. Oh, hoe kan ik jullie ooit bedanken? Doe gewoon uw plicht, o grote schatbewaarder van de schelp. Xavier moest terecht staan voor het overtreden van artikel 919 van de wet op het egoïsme. Hij werd veroordeeld tot 4.284 uren gemeenschapsdienst, waarbij hij knuffeltjes moest naaien voor kansarme bultrugwalvissen. Opgelost. En dat is er weer één. Het is me weer gelukt om een nieuw einde te pakken. En ik kan me ook niet echt herinneren dat ik deze ooit heb gehad. Ik ga heel even Ik wil hier nog een keer. Ik kan haast niet wachten om nog eens te spelen. Want ik ben al bijna een half uur bezig. Dus dat was het voor nu. Ik hoop toch dat jullie een beetje genoten hebben en dat jullie misschien weer iets geleerd hebben. Mocht je nou al weten wat het antwoord is op mijn vraag waarom dit het beste spel ooit is, hoor ik het heel erg graag in de comments. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens!